Hallootjes allemaal en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe wervelende aflevering van het Alphen Sinterklaasjournaal. Hoe vinden jullie dat het gaat met Pietje Pech? Ik denk dat er nog wel wat ruimte is voor verbetering. Maar ze proberen het tenminste. En daar gaat het om. Ik ben reuze benieuwd. Nou, we gaan natuurlijk vandaag weer eventjes naar Pietje Pech overschakelen om te kijken hoe het met haar gaat. Maar daarnaast gaan we natuurlijk ook weer een bezoekje brengen aan René van het NPC en hebben we weer een geweldige Sintflits. En bij die Sintflits gaan we vandaag ook beginnen. Kijken jullie mee? Hallo, ik heb een probleem. Overal waar ik tegenwoordig kom zijn pietencalamiteiten. Ja, René die zou dat oplossen, maar die is alleen maar bezig met jingles en liedjes. Kijk, ik heb hier dus een paar voorbeelden. Dus zie je wel. Dus wilt iemand alsjeblieft even tegen René zeggen dat hij iets minder bezig moet zijn met zijn fandagen, zijn jingles en zijn liedjes. En gewoon even deze problemen moet oplossen. Zo, dat was heftig. Over heftig gesproken, zullen wij eens gaan kijken waar René nou weer aan het uithangen is? Goed idee? Nou, kijk maar mee. Oi, 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 dit heb ik nog nooit gezien. Wat was dat nou? Zijn we nou echt overgeschakeld naar de binnenkant van een pakje? Nou, ik dacht toch echt wel ook René van het NPC te kunnen horen. Nou, weet je wat? Dat proberen we later in de uitzending nog een keer. Laten we nu eerst eventjes gaan kijken naar wat Pietje Pech aan het doen is. Ze is vandaag aan het oefenen. Misschien heeft ze wel dichttraining of surprise oefeningen. Nou, weet je, we kunnen het alleen maar zien als we naar het Sinthuis gaan. Gaan jullie mee? Super dat je er bent, Pietje Pech. Ze hebben me gevraagd of ik je wil helpen met strooilessen. Gelukkig vind ik dat naast het maken van surprises ook ontzettend leuk. Dus dat komt goed. Nou, ik hoop maar dat het goed komt. Het bakken en het dansen ging nou niet echt bepaald goed. Geen paniek. Je hebt een van de beste strooiers om je te helpen. Ben je er klaar voor? Echt wel. Kom maar op. Oké. Je hebt twee soorten strooien. Het eerste strooien wordt het dichtbij strooien genoemd. Ook wel pepernoten geven. Nou, dat moet lukken. Oké, laten we het proberen. Ik ben het doel. Oké. Alsjeblieft. Bedankt. Met pepernoten. Dat was makkelijk, hè? Zeker wel. Maar dit was natuurlijk niet echt strooien. Nee, maar dit moet je ook kunnen. Nu gaan we aan het echte werk beginnen. Laten we eerst even het een en ander klaarzetten. Oké. Kijk, dat klinkt allemaal positief. Pepernoten geven, dichtbij strooien. Dat gaat allemaal goed. Ik ben benieuwd hoe het gaat met het echte strooien. Oké, Pietje Pech, alles staat klaar. Als je nu kan proberen om op die doelen te mikken, gaat het lukken? Zeker weten. Oké, ga je gang. Nou, dit kan wel wat beter hoor. We gaan het tempo opvoeren. Go! Je bent supergoed. Nu gaan we voor de finale. Als je dit kan, ben je een gooi-expert. Ben je er klaar voor het laatste level? Zeker weten. Ik heb je gewaarschuwd. Hoezo? Ja, dat gebeurt toch nooit zo? En als het heel hard waait? Nou, dan blijf ik gewoon binnen. Je zoekt het maar uit met je pepernoten. Ik ga wat anders doen. Dat was wel weer heel erg surprise-Piet-achtig. Maar ze heeft wel gelijk. Als Piet moet je overal op voorbereid zijn. Dus ook op strooien in een storm. Man, ik kan me de storm van februari van dit jaar nog herinneren. Dat was geen pretje. En daar kan zelfs het blazing van surprise-Piet niet tegenaan. Over stormen gesproken. Laten we eens gaan kijken of we nu wel een goede verbinding met René kunnen maken. Zo, dat is beter. Er zat nogal wat inpakpapier voor de lens, jongens. Ik heb het opgelost, ik heb het gefixt en nu kunnen we weer verder. En dan kunnen we ook meteen zien waarom we hier zijn. Oh, René, de jingle. Je vergeet de jingle. Nee, Corné, het is jingle. Ik vergeet de jingle. Maar je hebt wel gelijk. Jongens en meisjes, welkom bij... René van het NPC. René van het NPC. Oh, hij blijft catchy. Ik zeg niet snel, daar hebben we er weer een om, maar man. Daar hebben we er weer een, hoor. Jullie kennen natuurlijk de klassieke Rommelpiet, hè? Tja, zeker.
Nou, die maken er echt een puinhoop van. Nou ja, dit is niet het werk van de klassieke rommelpiet. Dit is duidelijk een variant erop. Het is het werk van de klassieke inpakpiet. Het is iets minder rommelig, maar het is net zo irritant eigenlijk. Ja, gelukkig is er wel een voordeel, Corné. En dat is? Ja, iemand moet het natuurlijk weer uitpakken. En misschien wil jij me daar wel graag mee helpen. Ja, zeker. Nou, dan ga ik dat maar doen. Oké. En voor jullie jongens en meisjes, als jullie nou ook een inpakpiet of visite hebben gehad, bel ons dan even, hè. Maak een leuke foto en stuur hem naar dit adres. Dan komen we zo snel mogelijk bij jullie langs. Bedankt voor het kijken. Hoi! Oh, dat is ook niet mis inderdaad. Iemand die alle laadjes in het huis leeggooit, is al super vervelend. Maar iemand die alles in het huis inpakt, ja, dat lijkt me toch ook wel heel erg irritant. Ik vraag me toch af waarom sommige pieten dat nou allemaal doen. Al die rommel maken of alles inpakken. Nou ja, ach, als ik de kans zou krijgen om ergens een hele grote rommel te maken, dan zou ik dat ook doen. Misschien moet ik toch maar eens even vragen aan die rommelpiet of ik een keer met ze mee mag. Om te filmen natuurlijk, hè? Niet om tafels op elkaar te stapelen of het bureau van de juf te verstoppen. Over verstoppen gesproken, zullen we eens gaan kijken bij onze kinderreporter Sophie, waar die pieten nou weer uithangen. Op naar Piet of niet? Hallo allemaal, hier is Sophie voor het Alf Sinterklaasjournaal. Ik ren nu achter een Piet aan, voor Piet of niet? Hey, welke Piet ben jij? Ik ben Huppelpiet. Oh, wat supergezellig. Terug naar de studio. Sophie wordt al echt een razende reporter als ik het zo zie. Ze zit er echt bovenop. Bijna letterlijk zo te zien. Nou, dit was alweer het eind van deze aflevering. Kijken jullie morgen weer. Doei!